Politici in Den Haag hebben vaak geen idee wat er speelt in de regio en hebben vooral oog voor de belangen van de Randstad. Dat stelt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops van het CDA vandaag in De Gelderlander. En ik heb hem op dit moment aan de lijn. Goedemiddag, meneer Knops. Goedemiddag. Wat zou er in uw ogen kunnen veranderen als politici in Den Haag meer rekening houden met de regio? Nou, je ziet dat vaak beleid toch vooral Randstad gedreven is. De modellen werken vaak vanuit de Randstad. Bijvoorbeeld als je het over infrastructuur hebt, dan scoren de grensregio's altijd minder. Terwijl ja, vanuit de perspectief van die grensregio hebben die een hele grote buur in de vorm van Duitsland of van België. Dus met wegen? Maar ook bijvoorbeeld, met wegen bijvoorbeeld, maar ook de cultuur. Hè. De cultuur in de Randstad is toch vaak wat anders dan de cultuur in de regio. En dat zijn allemaal zaken waar zeg maar, ja, bijna op een automatische manier vaak alle wegen leiden tot de Randstad. En dat is ten onrechte, want ik denk dat de Randstad en de regio elkaar gewoon keihard nodig hebben. Nee, uiteraard. Maar u bedoelt met cultuur, ja, u kwam zelf met het voorbeeld Zwarte Piet. Maar hoe kan ik mij iets voorstellen bij wat het verschil zou zijn als politici dus een andere bril opzetten? Ja, kijk, de volksvertegenwoordiging behoort een afspiegeling te zijn van de bevolking in Nederland. En ja, de werkelijkheid is dat toch een overgroot deel van de volksvertegenwoordigers uit de Randstad komt. En waar ik voor pleit is om een evenwichtige benadering. Zorg dat mensen uit die regio's ook een stem krijgen in de Randstad. Dat het niet alleen maar lijkt alsof de problemen van de Randstad de problemen van heel Nederland zijn. Ook als je kijkt naar de kansen, zijn er in de regio heel veel kansen om de problematiek die bijvoorbeeld op dit moment is rondom woningbouw, om die ook in de regio juist op te lossen. En ik pleit dus eigenlijk voor een herwaardering van de regio. Laten zien wat er allemaal kan. En zeker in tijden waar we nu in zitten met corona, waarin je ziet dat plaatsen onafhankelijk werken steeds belangrijker wordt en steeds meer op geld doet, dat je ook die regio's daarbij kunt benutten. Nou, sterker nog, er zijn aardig wat mensen inmiddels die van plan zijn en dat ook daadwerkelijk al gedaan hebben vanuit de Randstad de regio ingetrokken. Dus wat dat betreft wordt u wellicht op uw wenken bediend in praktische zin. Hartelijk dank voor uw reactie voor nu, meneer Knops.